Kijk naar de knees out. Die hebben we verdeeld over twee onderdelen. Dat zijn A en B. De ene is meer de flexibility kant. En het andere is meer de strength kant. Glute walk, banded squat, tempo squats. En minder gewicht gebruiken. Want the truth is, you're the weak. De eerste oefening die we door gaan nemen is de banded walk. Hiervoor heb je een band nodig die je om je knieën gaat doen. Je hebt van die speciale banden die daarvoor gemaakt zijn. Die hebben wij echter niet. Dus we gaan je laten zien hoe je dit kan doen met een normale band. Als het je dus gelukt is om het magische bandje drie keer te vouwen en dit eruit te krijgen, gebruik dan niet een te dikke band, want dan wordt het echt heel moeilijk. Vervolgens wil je dan gewoon ongeveer in de squatstand staan. Duw je knieën actief goed naar buiten. Ga iets laag zitten als een gorilla. Apes together, strong! En dan ga je gewoon lopen. Je kan vooruit lopen, achteruit lopen, zij lopen. En dat doe je dan 2 minuten lang voordat je gaat squatten. Allright, de volgende oefening die we gaan doen is de banded squat. Voor deze oefening heb je weer een band nodig om je knieën, net boven je knieën. En dan wil je weer die knieën actief naar buiten duwen. Het gaat nu wat beter omdat je wat weerstand tegen je knieën hebt, waar je dan tegenin kan duwen. De reden dat je dit wil doen is om je glutes beter aan te leren spannen, waardoor je door de hele beweging je knieën naar buiten kan blijven duwen. Dus de roer gaat nu staan in een squat positie. Hetzelfde mechanics als in het eerste filmpje. Vervolgens maak je een squat. Blijf de hele tijd je knieën tegen de band induwen. En staat op. Bij deze oefening zal je waarschijnlijk een stuk meer je glutes of je billen gaan voelen branden, omdat die gewoon meer aan het werk zijn om je knieën naar buiten te duwen. Ditzelfde principe kan je toepassen bij de front squat of de back squat. Ga je bij niet te zwaar, want de focus ligt erop dat je knieën naar buiten gaan en je goede mechanics hebt in squat. Allright, de laatste oefening die we voor jullie hebben in dit film is de front squat. Het is gewoon een squat, alleen beweeg je langzamer. Dit doe je dan ook met minder gewicht. Tijdens deze hele beweging wil je dan zelf focussen op die knieën die je naar buiten duwt. Je kan het combineren met de banded squat, maar we raden je aan om het gewoon zonder die band te doen om het dan ook te kunnen. Dus je wil je vooral langzaam naar beneden en eigenlijk wil je snel omhoog, maar hou die knieën naar buiten. De tempo squat doe je dan natuurlijk wel met gewicht. De vorige kon je ook met gewicht doen. Zelfde mechanics gelden. Eerst weer de hinge, borst ophouden, knieën naar buiten, ga naar beneden. Ga rustig naar beneden. Onderin kan je eventueel blijven zitten door een power squat te doen. En kom je omhoog. Is het zo dat onderin je knieën naar binnen gaan op deze manier, dus wel een beetje binnen, ga dan wat minder diep. Ga gewoon tot de diepte waar jij dit kan behouden en ga dan weer omhoog. Dus is het zo dat je knieën naar binnen gaan bij het omhoog komen? Oh my god! Doe dan minder gewicht en focus echt op dat die knieën naar buiten gaan. Dus rustig. Je kan allerlei verschillende tempos aannemen. 2 seconden naar beneden, 2 seconden blijven zitten, 2 seconden omhoog, 5 seconden, wat je zelf wil. Speel er gewoon een beetje mee en zorg ervoor dat je goed die mechanics uitvoert. En thank you!